Ik ben Piet Haase. Vandaag zijn jullie bij Riedel in Ede. Wij zijn hier fabrikant van A-merken, zoals Coolbest en Appelsientje. Waarschijnlijk heel herkenbaar, dit pak, Appelsientje, wordt hier in Ede afgevuld. In 1966 zijn we naar Ede gekomen vanwege de goede kwaliteit van het water hier. En die goede kwaliteit van het water hebben we nodig om onze hoogkwalitatieve vruchtensappen en dranken te kunnen maken. We maken hier met ongeveer 225 mensen uit de regio 200 miljoen liter vruchtensap en drank per jaar. En de doelstelling is om in 2020 30% van ons fruit duurzaam te hebben. We hebben er ook een convenant voor getekend. En ons streven is om dit jaar op 50% uit te komen. Het werken op duurzaamheid betekent dat we op economisch vlak, maar ook op het vlak van milieu en de sociale componenten bezig zijn in de hele keten om alles goed voor elkaar te krijgen. Mocht u deze week een pak vruchtensap of vruchtendrank drinken, is de kans groot dat die bij ons, de Riedel, vandaan komt.